Oranje weer een corner gaan nemen. En dan, Jack, is het toch wel prettig dat je een man als Leroy Fair hebt. Weet je nog, Jong Oranje vorig jaar? Ja, als een kanon kwam die daar dat strafschopgebied in. Corner is inmiddels genomen. Robben, Jamaat, Jamaat. Komt-ie! Ja! Yeah! Leroy Fair! Wat zeg ik je nou? Leroy Fair! Wat doet hij nou? Hij komt die bal binnen. Is dit ongelooflijk? Dit deed hij. Hier is hij voor binnengebracht. Hij krijgt die bal voor, zet zijn hoofd erachter. Zo, weer een gouden hand van wisselen. Dank je, Louis. Dank je, Oranje. 1-0. Corner. Bal blijft wat hangen, maar wordt uiteindelijk weggewerkt. En door Leroy Fair, maar hoog richting de tribunes gerand. Nou, dat haalt hij niet eens. Daar zit een stewardess op, heb ik iemand wel eens horen zeggen. Op zo'n hoge bal. Uiteindelijk kan Fair de bal weer richting de Jong geven. En gaat daar Arjen Robben de diepte in. De paai is mee. De paai is mee. Maar Robben gaat richting de achterlijn. Legt de bal nu voor. De paai! 2-0! 2-0! Memphis Depay op aangeven van Arjen Robben. Nederlands elftal maakt dus ook de tweede goal in deze wedstrijd. Is dit geweldig? Is dit geweldig? Dit is een waanzinnig toernooi van het Nederlands elftal.